eerste vlucht, dat was een hele lange voorbereiding. Want eigenlijk al direct na de oprichting van KLM wilde men een verbinding met de kolonie Nederlands-Indië. En na een aantal jaren voorbereiding had men een vliegtuig, een bemanning. En vloog men dus in hopelijk een aantal weken daar naartoe. Dat was een Fokker F7, werd gestrand in Bulgarije. Toen moest er een nieuwe motor komen. Dat betekende een maand oponthoud. En daarna werd in 15 dagen werd de eindbestemming Batavia bereikt.